afloop. Of Victoria je in de toekomst ook nog zo lief vindt. Heb je me niet al genoeg gekwetst? Victoria, geloof me toch, ik heb met niemand gesproken. Ik haat je! Move it! Wat was jij van plan met de kinderen van de vicepresident? Helemaal niks. Wat heeft het te maken met deze samenzwering? Met deze samenzwering? Niets. Zodra ik iets uit haar gekregen heb, neem ik contact met John. We spreken elkaar, Paul. Wat is hier aan de hand? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En alweer als je weer tegen me ligt. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek wat niemand voor jou heeft gezien. Welkom in Hotel 13. Ik weet niet waar je het over hebt. Wel, dat weet je heel goed. Nee, ik weet het niet. Ik heb het zelf gehoord. Zij heeft aan de telefoon gezegd dat ze jou meteen zou bellen zodra ze iets uit me krijgt. Wat moet ze uit me krijgen? Wat wil je van me? Hou je me hier gevangen? Nee, natuurlijk niet. De arts heeft gezegd dat dat gebeuren kan. Wat? Woede, wantrouwen. Allemaal het gevolg van het ongeluk. Het spijt me. Ik heb je te veel aangemoedigd. Je had toch nog in bed moeten blijven. Ik ben helemaal niet moe. Eigen wijsheid. Nog zo'n gevolg van het ongeluk. Wees niet bang, Amalia. Ik zorg ervoor dat het weer beter met je gaat. Kom, we gaan. Het duurt niet lang meer. Dan mogen jullie weer naar buiten gaan. Maar ik wil nu naar buiten. We moeten nog kitesurfen, zwemmen en een kasteel bouwen. Eerst moeten we uitvinden wat die twee met jullie van plan waren. Maak je geen zorgen. Dat boy Jack zal wel snel breken en zingen als een kleine vogel. Laat hem maar rustig breken. Het liefst in 1000 kleine stukjes. Jack? Van het hotel? Maar die heeft er toch niks mee te maken? Jij hebt me opgesloten. Debbie? Wanneer ging jij mij dat vertellen? Misschien nadat Jack gebroken was. Oh nee, waar blijft die Jack? De film begint zo. Ik begrijp het niet. Eerst beledigt Flo mij en nu laat Jack me ook nog in de steek. Wat doe ik nou verkeerd? Waar zou ik eens mee beginnen? Ma? Hé, hey, dat was een geintje. Oké. Jack heeft vast een goede reden, hè? Dat hoop ik, anders zal ik hem wat. Oké, listen. Ik heb goed nieuws. Code Rood is opgeheven. U kunt weer vrij door het hotel bewegen, maar alleen daar waar u een pasje voor heeft. Yes. Oké, nu Jack niet met me naar de film wil, wil een van jullie? Oh, ik wil met jou naar de film. Ja, en wij gaan mee. Diederik, dat moet je zien. Film. Met geluid. Met geluid? Ja, de hele zaal staat vol met boksen. Dat zijn van die soort dozen waar het geluid uit komt. Van alle kanten zo. Woem, woem. Als douchestralen die van alle kanten komen. Douchestralen? Dat ken je natuurlijk wel. Maar wat je niet kent is, wij hebben stoelen. Met bekerhouders. Liv, ik denk niet dat wij naar de film gaan. Nee? Nee. Nee? Nee. Oké, ja. Wij blijven toch hier. Kom, Victoria, ik betaal de popcorn. Oké. Veel plezier in de bios, Victoria. Veel plezier bij de film. En waarom gaan we niet naar de film? Ik moet jullie iets laten zien. Mijn heren, ik moet mij verontschuldigen. Een klein misverstand. Ja,
Excuses geaccepteerd. Ik moet er nu echt vandoor, hè? Hi, Jack. Hey, Richie. Dag, Richie. The boy wil met jou naar het strand. Met mij? Is er nog een andere Jack? Jack? Misschien? Ja, nou, dan heeft u mij niet meer nodig, hè? Niet zo snel. Ik heb een afspraak en ik ga te laat komen. Dat meisje vermoordt me nog. Oké, als je Richie teleurstelt. Wat zal ik dan eens met je doen? Yes. Tom, vertel nou eens wat hier aan de hand is. Mag de rolstoel niet wakker worden of zo? Iemand luistert ons af. Wat? Met een microfoon of zo? Sst, een microfoon? Door wie dan? De CIA? Naar jullie was ik op zoek. Jullie gaan nu een rondje met tante Hennings lopen. Rut en Jack hebben helaas geen tijd. Wij hebben al genoeg te doen. Oh, dat kunnen de twee anderen wel van jullie overnemen, dat werk. Dat hebben ze tenslotte de laatste dagen ook gedaan. Wat veel belangrijker is, dat mijn lieve arme oude tante een beetje frisse lucht krijgt. Ze is al veel te lang niet buiten geweest. Ja, en neem de tijd. Praat lekker met elkaar. Dat vindt ze fijn. Nu weten we ook wie ons afluistert. Met een draad? Sst, ja, maar... Wat? Hoe moeten we dan met Anna praten? Ben je niet iemand vergeten? Achter het raam. Deur. Ik hou ervan als een plan werkt. Douche-afvoer. 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 Wat bedoelt u daarmee? Badkamer. Badkamer. Weet u dat echt zeker, mevrouw Hennings? Kunnen we daar meer aanwijzingen vinden? Wanneer gaan we nou naar het strand toe? Een beetje geduld, alsjeblieft. Maar ik wil nu naar het strand. Maar ik moet eerst nog iets regelen. Pff, wat ben jij saai, zeg. Je hebt gelijk. Ik ben mega saai. Maar ik ken iemand die mega cool is. Babysitten? Ik? Nee, niet babysitten. Maar een coole gast doet coole dingen met onze vriend hier. Oh, maar ik ben toch helemaal niet cool? Natuurlijk ben jij wel cool. Flo is een fantastische goochelaar. Een van de allerbeste. Echt waar? Cool. Zie je, hij vindt je nu al cool. Wacht maar tot je zijn gespleten tong vuurspuugtruc gezien hebt. Wow. Maar ik weet niet eens of ik die nog... Kom op, Flo, doe het. Die wil ik zien. Kom op, Flo, doe het. Kom op. Dan kunnen jullie samen oefenen. Hup, Flo. Nee, maar ik denk dat ik het niet meer kan. Kom op, laat zien. Oh. Waar is Richie? Flo. Flo past op hem. Dan is hij in de allerbeste handen, echt waar. Oh. Huh? Wow, cool. Nog een keer, Flo. Oepsie. Oepsie. Oh,
die acteur was zo'n stuk. Ja, jammer dat je die niet in het echt hebt. Ja, die andere acteur was een beetje zoals Flo. Zo aardig en grappig. Flo is geweldig. Vind je niet? Dat hangt er vanaf wat je onder geweldig verstaat. Bedoel je, hey, geweldig, je bent mijn beste vriend? Of geweldig, ik verraad je bij de eerste beste gelegenheid. Zeg eens, hoe lang wil je eigenlijk nog boos op hem blijven? Ik denk 27 dagen, 15 uren en minstens 59 seconden. Victoria, eindelijk. Het spijt me zo. De CIA had me gearresteerd, maar ik kon ontsnappen. Ja, dat noem ik pas een goede smoes. De CIA heeft je gearresteerd. En? Hebben ze ook zo'n lamp in je gezicht gehouden? Ja, exact. Moet ik die onzin geloven? Die onzin? Maar het is de waarheid. Kom, Caro, we gaan. Ja, maar wacht. Wacht nou eventjes. Ik heb me er al de hele dag op verheugd om je eindelijk te zien. Oeh la la, dat klinkt net als een romantische filmscène. Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Maar nu wel. Wat dacht je van een klein verzoeningsijsje? Ja? Oké. Okay. Eenmaal de liefdesbeker. Je hebt iets laten vallen. Goeiedag. Thank you, sir. Kan ik u helpen? Goeiedag. Ik wil graag mijn dochter zien. Ah, en wie is uw dochter? Anna.